We gaan nu een aantal ampère en voltmeters gaan we eiken. Dit is een amperemeter en dit is een voltmeter. Er staat een V op. Een voltmeter of spanningsmeter. En een ampère of stroommeter. En dit is de voeding. Ze hebben op deze school hele oude meuk. Ja, hij doet het dan wel. En dan zie je bij deze voeding, en die zit gewoon in het stopcontact. Lichtnet, de verlengsnoer. En de achterkant is al een snoer ingebouwd. Even verder met je aan te sluiten. En ik zet hem nu op gelijkstroom. Je kan, als je links zit, kan je op het isje zetten, oftewel gelijkstroom. Direct current of op het sineslingertje, dat is alternating current, oftewel wisselstroom. Dus dit is gelijkstroom, dit is wisselstroom. En u zet op gelijkstroom, doet die knop naar beneden, gaat hij op wisselstroom. Maar we zetten hem op gelijkstroom. En dan kan hij tot 30 volt. Dan hebben we een stroomkring met een weerstand dat zat op 100 R, dus 100 ohm. Als we nou de formule erbij pakken, dan heb je U is I keer R. En als je bijvoorbeeld 10 volt, als je op 10 volt gaat instellen, dan is de stroom keer 100 ohm. En dan is de stroom aan beide kanten door 100 ohm delen. Dan krijg je, aan die kant krijg je I en 10 volt gedeeld door 100 ohm kom je uit op 0,1 ampère. Dus dat is de ideale situatie. Nou, de weerstand hebben we reeds ingebouwd en dan willen we de spanning willen we precies weten. En dan gebruiken we de voltmeter. Voor de voltmeter heb je altijd twee snoeren nodig, want die moet je altijd parallel zetten. Dus even een ander kleurtje. Stop je dan in deze stekkers. En dan moet de plus en de min goed zijn, anders krijg je negatieve waarde. Nou, dat was de voltmeter. Dan heb je ook nog een amperemeter, oftewel stroommeter. En die moet je altijd in serie zetten. Terwijl voor de voltmeter heb je twee extra snoertjes nodig en voor een amperemeter altijd maar één. En dan haal je één snoertje los en die stop je dan in de amperemeter. En met een ander snoertje zet je weer op de weerstand vast. Ja, dan moet ik ze neerleggen. Nou, dan gaan we de voeding gaan aanzetten. We moeten deze even helemaal naar links draaien. En dan moeten we het voltage moeten we instellen op 10. Dus dan draai ik aan deze knop naar rechts. Tien komma nul. En je ziet nu ook meteen dat de amperemeter 0,099. Oftewel 0,1. Voltmeter is precies 10. Weerstand was 100 ohm. Nou, klopt precies. 0,1 ampère. Geeft die exact aan. En precies 10 volt. 10,0 volt. Nou, beter kan bijna niet. Dan gaan we dat eventjes even kijken of dat ook werkt voor een andere ampère meter. Nou, andere ampère meter geeft bijna het goede getal aan. Niet 0,099, maar 0,097 of 8. Het twijfelt nog een beetje. Als je deze snoer naar gaat verwisselen, deze blijft er gewoon aan staan. Dan komt er een minnetje voor.
Als we dat nou ook gaan doen bij de voltmeter. Nou, geef ik een min. Ook goed aangesloten. En we kunnen ook de voltmeter vervangen. Ja, die geeft ook bijna 10 aan, 10,1. Kleine afwijking. Maar toen had ik alle volt en ampère meters was ik gaan eiken, maar toen had ik deze voltmeter. Hij zou 10 moeten aangeven, maar wat doet hij? 14,4. Terwijl, ja, 40% geeft hij te veel aan. Oftewel, deze werkt niet echt lekker. En deze voltmeter gaf ook niet de goede waarde. In plaats van 10,0 geeft hij 11,3. Een idemdito met de ampère meters. Hadden ook een ampère meter die niet de goede getallen gaf. Oh ja, even de zekering vastdraaien, dat scheelt ook. En dit is een ampère meter die geeft veel te veel aan. Want in plaats van 0,1 of 0,099 geeft hij 0,15 aan. Dus 50% te veel. Dus deze ampère meter is ook niet goed genoeg. Deze geeft ook te veel aan. Dit zou 0,1 moeten zijn, maar het is 0,112. Een beetje te veel. En deze geeft er weinig aan. In plaats van 0,099 geeft hij 0,081 aan. Nou, oftewel, sommige ampère meters en voltmeters die hebben een beetje afgekeurd.